Als ik 25 mensen instuur en de helft gaat dood en de volgende 10 die genezen en ik stop ermee en de volgende coronapatiënt gaat weer dood. Hè? Dat is gebeurd. En ik moet op condoleancevisite. Ja, dat is niet fijn. Hè? Ik weet, ik heb iets in mijn pocket, maar ik mag het niet geven van de inspectie en dan gaat hij toch dood. Nou, dat is, ik ben ook een mens. Dat doet pijn van binnen. Hè? Dat doet pijn. En toen heb ik gezegd, ik laat nooit meer iemand doodgaan. Dat vind ik ook. Hè? Ik heb, als ik moet, ik weet het mag, als ik het doe en ik heb iemand die ziek is, dan schrijf ik het gewoon weer voor. Ik denk dat de maatregelen die we nu nemen op zich goed zijn. Maar probeer zo snel mogelijk daar ook weer van terug te komen. Zodat de economie, ook voor alle mensen die nu eigenlijk getroffen worden door het coronavirus. Denk aan de horeca, denk aan de evenementen. Denk aan al die mensen die nu gewoon hun hele business kapot zien gaan. Wat levert dat op? Stress. Afweer gaat omlaag. Betekent al dat soort zaken is ook niet goed voor hun gezondheid. Maar en ik hoor er niks zeggen over de ouderen bijvoorbeeld, die dan de meest kwetsbaren zijn in dit geval. We worden gemiddeld 80 jaar. Dus dat betekent dat als je 80 jaar bent, dan ieder jaar wat je extra leeft, zit je eigenlijk in reservetijd. En heel veel ouderen ervaren dat ook zo. Ik heb ouderen die zeggen, joh, eigenlijk is mijn leven wel voltooid. En die vinden ook dat de regering voor hun denkt. Die zeggen, joh, het maakt mij niet zoveel uit, maar ik heb liever een knuffel van mijn familie dan dat ik gewoon een jaar eigenlijk zonder mijn familie zit en dan doodga. En die geluiden hoor ik ook heel erg. En er zijn mensen en die houden heel erg van het leven en die kiezen er wel voor. Maar dat is een keuze die ouderen zelf moeten kunnen maken. Dus het geeft ook heel duidelijk aan dat ouderen ook gewoon hun eigen keuze hebben hoe er met hun omgegaan wordt. En om mensen 1 of 2 jaar langer te laten leven, boven die 80, dat is ook een keuze die we met z'n allen moeten maken. En wat geeft dat eigenlijk voor stress voor anderen? En hoeveel levensjaren zijn er dan verloren door mensen die kanker hebben en bijvoorbeeld hun behandeling niet krijgen? Hoeveel levensjaren zijn er verloren door mensen die hartinfarcten krijgen? Hoeveel levensjaren gaan er zo verloren omdat mensen in de armoede terecht gaan komen? Dat zijn ook levensjaren die ook tellen. Een paar maanden geleden kwam u in het nieuws omdat u een behandeling hebt gevonden tegen COVID-19. In maart, april waren er heel veel coronapatiënten hier. Ik denk een van de grootste coronahaarden in Nederland. Samen met Kessel. En we zijn overspoeld door mensen die ziek waren. En ik heb heel veel zieke mensen met de ambulance naar het ziekenhuis moeten sturen. 25 ingestuurd, gingen er 12 dood in 3 weken. Nou, daar schrokken we allemaal enorm van. Daarnaast was het ziekenhuis dicht op een gegeven moment voor opnames. Dus toen ben ik gaan zoeken van, ik moet toch wat voor die mensen kunnen doen. En toen ben ik dus zeg maar op zoek gegaan en toen vond ik een oud geneesmiddel wat ik gebruikt had in Afrika. Ik heb 3 jaar in Afrika gezeten. En dat was hydroxychloroquine, azithromycine en zink. Dokters in New York gebruikten dat, in Frankrijk, in Marseille. Toen ben ik naar de apotheek gegaan en heb ik gezegd, hebben wij dat? Hij zegt, yes, ja, hier. Dan hebben we een protocol gemaakt. En een protocol hebben we dan toegepast. Ik heb zelf testen geregeld, hè, want de GGD die gaf geen gehoor. Dus ik heb test geregeld met mijn lab. Iedereen met een positieve test heb ik dat middel dan zeg maar, op een gegeven moment aangeboden. Van nou, dit kunnen we doen. En mijn eerste patiënt, dat was een hele zieke man, die wilde niet naar het ziekenhuis. Hij zegt, dokter, als ik naar het ziekenhuis ga, dan ga ik dood. Ik denk, nou oké, ik heb een behandeling, overleg met kinderen, apotheek. We hebben een behandeling gestart. En die man die is genezen. Dat was mijn eerste patiënt. Toen heb ik dat toegepast bij meerdere patiënten. En na nummer 10 dacht ik van ja, dit kan toch geen toeval meer zijn. En toen is dus zeg maar, toen heb ik als het ware een filmpje opgenomen. En heb ik dat laten zien naar Nederland. En ik denk ja, dit is een mogelijke oplossing voor de coronacrisis. Dus zo is dat eigenlijk gegaan. Dus vanuit zeg maar, ik stond met mijn rug tegen de muur door de hoeveelheid coronapatiënten. En woensdag werd ik gebeld, 8 april, 3 uur, ik weet het nog, inspectie. Of ik even de inspectie moest terugbellen. En toen moest ik dus stoppen. Want het was off-label en het was niet geregistreerd. En er zouden te veel bijwerkingen zijn bij het geneesmiddel. En toen heb ik het niet meer gedaan. Maar het is heel zonde, want het lijkt te werken en nu ook in Zwolle. Isala Ziekenhuis. Dokter Lammers heeft daar 1000 mensen zeg maar, onderzocht. Hè? CQ, HCQ en niks. En blijkt dus dat bij HCQ dat het gewoon de helft minder opnames regelt voor de IC. Dus ik denk, laten we nou nu met z'n allen onderzoek gaan doen. Hè? Dat we het eventjes eens en voor altijd uitzoeken in de eerste lijn. Hè? Huisartsen, verpleeghuisartsen. Dat we uitzoeken, want huisartsen willen wat doen. Hè? Huisartsen willen hun vak uitoefenen, willen mensen beter maken. En niet lijdzaam afwachten en een paracetamolletje adviseren en dan de ambulance bellen als het te laat is. Vindt u dat de huisartsen nu worden overgeslagen? Ik vind dat de huisartsen nu deels worden overgeslagen omdat welke rol hebben wij in het coronabeleid? We kunnen testen wat, we kunnen onze mensen vervolgen die benauwd zijn. Daar hebben we onze coronaspreekuren voor. Maar echt in de behandeling van coronapatiënten hebben we geen enkele rol. Hoe gevaarlijk vindt u de coronavirus? Het blijkt dat landen waar vorig jaar ondersterfte is geweest. Bijvoorbeeld wij hebben een hele matige griep gehad vorig jaar in 2019. Nauwelijks eigenlijk sterfgevallen. Dat betekent dat er toen ondersterfte was. In al die landen waar toen ondersterfte was, zie je nu een oversterfte. Dus dat geldt ook voor Nederland. Dus de oversterfte die we nu wat hebben in Nederland is eigenlijk heel logisch. Omdat er meerdere mensen eigenlijk zijn blijven leven vorig jaar. Die volgens de natuur al eigenlijk het al niet hadden overleefd wanneer er een strenge griepepidemie had plaatsgevonden. En de natuur heeft gewoon zijn eigen balansen. En wij proberen als mensen dat allemaal tegen te houden en daar controle op te krijgen. Maar we moeten ons niet vergissen dat die natuur eigenlijk in heel veel dingen gewoon zijn eigen weg gaat. En dat wij gewoon maar hele kleine schakeltjes zijn, net als mieren eigenlijk, op deze aardkloot. Maar de vraag blijft, hoe gevaarlijk vindt u COVID-19? Ja, kijk, als je naar die cijfers kijkt, dan is het een stuk minder gevaarlijk dan we in eerste instantie dachten. COVID-19 zou eigenlijk de grote wereldepidemie zijn. En dat blijkt dus niet zo te zijn. Maar ik denk uiteindelijk dat we zullen zien dat corona eigenlijk vergelijkbaar is met echt een zware griep. En vergis niet, bij een zware griep gaan er ook 12.000 mensen gaan dood, ondanks de vaccinaties die we dan hebben gegeven. Dus ik zeg niet dat het maar een griepje is, dat heb ik ook horen zeggen, helemaal niet. Maar iets wat we ook vaker langs zien komen, waar we geen lockdown voor doen, heeft ongeveer dezelfde sterftecijfers als dat we nu zien. En dan betekent het dat we dus veel meer coronamaatregelen nemen op capaciteitsproblemen dan op sterftecijfers. Bent u nou de beste arts van Nederland die iets heeft uitgevonden wat alle andere artsen daar niet hebben uitgevonden? Kijk, ik heb in Afrika gezeten. Hè? Afrika is improviseren. Ik heb een buik moeten dichtmaken met visdraad, omdat de hechtdraad op was. Dus ik ben niet bang om een risico, een gecalculeerd risico te nemen. Want ik weet ook niet of het werkt bij de eerste patiënt. U zegt dat er in Amerika ook onderzoeken zijn geweest. Maar in Amerika is dat juist van de lijst afgehaald. Het werkt niet. Dat zegt dokter Fauci ook. De hoogste adviseur van de regering in Amerika zegt: dit werkt gewoon niet. We hebben het geprobeerd, we hebben het onderzocht. Het werkt niet. Nee. Het is ook geen koekenbakker, meneer Fauci. Nee, dat klopt. Dus wat hij zegt is waar. Hè? Als je het laat geeft, in hoge dosis, zonder zink, werkt het niet. Dus hij heeft gelijk. Hè? Als je het vroeg geeft bij ons, hè, huisartsen, verpleeghuisartsen, in een lage dosering samen met zink en antibioticum en de vitamines, lijkt het wel te werken. Dus het is zeker geen wondermiddel. Maar is dat in Nederland al uitgeprobeerd, meteen in het begin, even kijken of het werkt of niet? Ik heb met het ziekenhuis gebeld in Weert, hè? Want dat is mijn ziekenhuis. Ik zeg, gebruiken jullie HCQ? Ja, dat gebruiken we bij mensen die meer dan 5 liter zuurstof nodig hebben per minuut. Dus dat zijn laat, hè? Die gebruiken het laat in het ziekteproces. En ik zeg, gebruikt u er dan zink bij? Nee, dat stond niet in het protocol. Dus ze gebruikten het al, hè, want ook het ministerie heeft CQ en HCQ opgekocht. Hè, dus dat heeft, toen is dat gevraagd in de Kamer en hij heeft 10.000 of 14.000 doosjes opgekocht. Dus het is bekend dat het werkt, alleen blijkt dus door voortschrijdend inzicht hoe later je het geeft en hoe meer je geeft, dat is niet goed. Dus je moet het vroeg geven in een lage dosering. Het is eigenlijk een capaciteitsprobleem. Terwijl als je heel kijkt naar de cijfers wat corona eigenlijk doet en ook de sterftecijfers op het corona, zou het eventueel mee kunnen vallen. Dat zijn de wereldcijfers, de IFR, de infectie fatality rate, dat is eigenlijk gewoon hoeveel mensen zijn geïnfecteerd en hoeveel mensen gaan er dood. Nou, we dachten eerst dat dat 3% zou zijn en dat lijkt nu een stuk lager te zijn. En als het lager is, dan moet je ook even kijken welke maatregelen zijn proportioneel bij dat sterftecijfer. Dat wil niet zeggen dat er geen mensen aan doodgaan, dat wil niet zeggen dat mensen ziek zijn, maar het moet allemaal in verhouding. Want een totale lockdown, en ik kijk er natuurlijk als arts naar, dan betekent ook dat heel veel mensen die andere zorg nodig hebben, niet die zorg krijgen. En ja, er gaan meer mensen dood aan hart- en vaatziekten en aan kanker dan aan corona. En als we alles op corona zetten, ja, dan betekent dat heel veel andere mensen niet de zorg krijgen die ze verdienen. Nou, Jaap van Dissel is een viroloog. Dus ja, die heeft sneller de neiging van tunnelvisie, want die is bezig met virologie. Dat is alles wat met corona te maken heeft. Ja, ik ben huisarts en ik kijk gewoon naar alle ziektes die mijn patiënten hebben. Ik weet er minder van in de diepte van, maar ik kijk wel met een bredere blik. Vindt u dat u bent tegengewerkt door instanties of de overheid? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik had het fijn gevonden als ik was gebeld van joh, kun je eens vertellen wat je hebt gedaan, want het klinkt interessant. En, maar goed, de inspectie die heeft dus nadat die mij heeft gebeld ook de NOS gebeld. En die heeft dat gelijk. Ik was gelijk nationaal nieuws. Hè? Huisarts in Limburg op de vingers getikt door de inspectie. Dus ik denk dan, hoezo moet dat opeens nationale media? Hè? Dat is toch, dat doen ze nooit. In het begin, toen u naar buiten trad met het nieuws dat HCQ werkt, ja, werd u door sommige mensen voor gek uitgemaakt, voor kwakzalver. Hoe was die periode voor u? Ja, dat was een hele turbulente periode. Hè? Want mijn intentie is goed, ik heb geen aandelen, ik wil alleen maar mensen beter maken. Hè? En ik ben een voorzichtige dokter, ik weet van iedereen de nierfunctie, een hartfilmpje, noem maar op. En dan word je dus weggezet, zeg maar, door een van de ministers als kwakzalver. Of in ieder geval kwakzalvermotie, dat ging dan over dat geneesmiddel. Maar het is natuurlijk een gepolitiseerd geneesmiddel. Hè? Omdat Trump zei dat hij het nam, hè? En Bolsonaro, is er dus natuurlijk gelijk een soort kamp van oh jee, ben jij voor dit middel, dan ben je voor Trump. Hè? Dus dat is een gepolitiseerd geneesmiddel geworden. Nou, dat heb ik dan nooit meegemaakt. En dat komt omdat hij zei dat het een gamechanger was. Wat zijn de schrijnende verhalen die u dan hier te horen krijgt of misschien wel meemaakt? Nou, er zijn bijvoorbeeld mensen die kanker hebben en nu bijvoorbeeld een uitgezaaide kanker hebben en die dus graag nog een behandeling willen hebben of een second opinion willen hebben. Maar dat kan nu niet omdat die zorg is afgeschaald. Dus het betekent dat waar je normaal gesproken eigenlijk binnen 6 weken eigenlijk wel terecht kan, staat er nu 3 maanden voor. En wat doet dat met de gesteldheid van de mensen? Het geeft stress. Je merkt dat mensen meer depressief worden, meer angstig worden, prikkelbaar worden. Je hoort niet voor niets dat er nu onwijs veel collega's in de ziekenhuizen eigenlijk nu onheus worden bejegend door mensen die zich moeten houden aan coronamaatregelen, waar ze zich helemaal, omdat dat de regels zijn in een ziekenhuis en zich er niet aan willen houden. En hoe zit het met depressie en allerlei andere zaken, zeg maar het gevolg van de depressie? Nou, wat mij echt opvalt is dat er veel meer mensen zich suïcidaal uiten. En zeker ook heel veel jeugd wat het niet ziet zitten. Kijk, wat is daar de reden van dan? Ja, dat is natuurlijk een beetje speculeren. Daar zal ook wel onderzoek naar gedaan worden. Maar ik denk, kijk, normaal gesproken als je jong bent, je komt van de middelbare school. We hebben een heel aantal mensen die examen hebben gedaan, hebben geen examenfeest gehad. Die hebben hun vakantie wat ze hadden of het tussenjaar wat ze hebben om te reizen. Ja, dat is hun toch wat ontnomen. En ja, we hebben een jeugd, ook omdat we het heel erg goed hebben en ook heel goed hebben gehad in het verleden, die vinden het heel lastig om dit soort tegenslagen goed te verwerken. Waarom denkt u dat ze niet naar u luisteren? Wat denkt u zelf dat de reden zou kunnen zijn? Nou, ik ben geen professor. Ik ben niet verbonden aan een universiteit. Ik ben een dorpsdokter in de Peel. Dus ik denk dat ik geen reputatie heb. Dus ik ben mogelijk een huisartsje en dan word ik daarom niet voor echt gezien. Dat is denk ik wat mee zou kunnen spelen. En dat er geen dubbelblind, dat het niet ondersteund wordt door dubbelblind gerandomiseerd onderzoek. Daarnaast denk ik dat er veel te veel nadruk wordt gelegd op de bijwerkingen van het geneesmiddel. Maar het middel staat op de WHO-lijst voor essentiële geneesmiddelen. Dat betekent dat het effectief is en veilig. Er staan meer bijwerkingen bij paracetamol dan bij hydroxychloroquine. Het geeft geen garantie, maar het verkleint de kans. En het zijn veilige middelen. Dus dat, zo moet je eigenlijk een beetje zien. Maar ik denk dat eigenlijk heel Nederland nu wil weten... hoe zit het nou eigenlijk met die middelen? Laten we het alsjeblieft onderzoeken. Voor eens en voor altijd. Doe een onderzoek in de eerste lijn. 1000 paracetamol, 1000 HCQ, 1000 HCQ met doxy en zink. En laten we het dan uitzoeken. Ik denk dat Nederland daar behoefte aan heeft. Er wordt heel veel vervoerd naar het buitenland. En dat is nummer 1 product van Nederland. We zijn schapen, heb ik je gisteren live gezegd, jongen. Als er ene komt, komen we alle met de kontgene. En dat is Nederland. Schaam je, dat ligt niet te zeiken voor een spuitje. Of dat jullie vrijheden kwijt zijn. Vandaag was de dag angsthazen. Oprotten, man.